En dan vragen misschien de ouderlingen op huisbezoek, hoe is het begonnen? En dat je dan gaat vertellen waar het begonnen is, dan zeggen ze, nou, daar begint het mee, hoor. Maar het begint niet met huilen en bevuilen. Weet u waar het begint? Het begint dat het een waar geloof genoeg heeft aan Christus. Daar begint het. Wanneer je dat door genade mag belijden, dan ben je een babytje in de genade. En dan kan er inderdaad van alles aan vooraf gaan. Daar is God vrij in. Maar het leven begint, als we het hebben over zuigelingen, dat zijn mensen die zijn door het geloof rechtvaardig in de ogen van God. Met minder, lieve gemeente, kan het bijbels gezien niet. Wij moeten allemaal weten, al is het geloof nog zo zwak, al is het nog zo ongeoefend, maar wij moeten weten door de Heilige Geest dat wij in Christus rechtvaardig zijn voor God. Ik zeg niet dat je daar geen strijd over kan hebben. Ik zeg ook niet dat de worteltjes dan zo diep zitten dat je nooit meer heen en weer geschud wordt. Dat zeg ik allemaal bijbels gezien niet. Maar Johannes zegt in zijn brieven 1, 2 en 3 achterin uw bijbeltjes: kinderkens, uw zonden zijn u vergeven. En dan heeft hij het over jongelingen en over vaders en moeders in de genade.